Nou, het is vandaag 9 december en we horen net dat Peter van Straten overleden is. Dat vind ik heel jammer. Dat is een lieve man. Ik was me dol op. En we waren niet bevriend, maar ik geloof ook dat hij erg wel erg gesteld op mij was. Ik herinner me een keer dat ik moest optreden ergens in Brabant, in een verlaten boerderij waar allerlei mensen optreden. En dan moest hij ook optreden. En ik stond op een gegeven moment buiten en ik keek over de velden heen. En toen zag ik heel in de verte iemand uit een sloot kruipen. En die kwam bij, toen die dichterbij kwam, was dat Peter van Straten. En die was helemaal, die zat onder het kroos en die onder de modder. En hij was echt aangeschoten. Hij was dronken. Het bleek die ruzie gehad hebben met zijn vrouw. Heel vroeger hoor, heel lang geleden al. En toen heb ik hem dus, ik heb ervoor gezorgd dat hij warme kleren kreeg. En koffie en zo, want ja, dat kan ik wel handelen natuurlijk. Want zo kwam ik ook vaak bij optredens aan, dat ik helemaal opgepoetst moest worden. Maar ik was meteen weg van hem. En alles wat die man deed, dat voelde alsof het van jezelf kwam. Hè, bij Peter van Straten. Die is een prachtige tekening. De tekstjes die hij erbij had, daar was ik helemaal kapot van. En hij was ook vogelaar. Maar ook daarin leek hij op mij. Want hij wist ook nooit zeker of iets was, of hij het wel goed zag. Nou ja, zo wandel ik ook door bos en veld. Ik weet het nooit echt zeker. Maar toch heb ik er veel plezier in. En hij had zo'n aardige kop, vind ik. Lieve kop. Ja, jammer. En toen ik voor Na Regen Komt Dorst en voor dat programma, moest ik een affiche hebben. En toen wist ik eigenlijk dat zou Peter van Straten heel goed kunnen. Toen belde ik hem op, toen zat hij ergens in Frankrijk. En toen zei ik van ja, ik moet daar staan bij een bushalte in een verlaten streek. En dan met een pluche eend. Een pluche wilde eend onder mijn arm en een lange beige regenjas aan enzovoort enzovoort. Oh nou ja, dat nee. Het kon wel 3 dagen duren. En verrader, hij stuurt het op. Dit is de mooiste affiche die ik ooit gehad heb.